Voor de tweede keer werd het Amsterdamse Bosfestival gehouden. Een happening met tal van activiteiten ter ere van het begin van het buitenseizoen. Goed gedaan. Oké, papa's. Goed zo. Oké, mama's, nog één minuut laten zien. Ze zijn al moe, ik zie het, ze zijn al moe. Ze hijgen alles zo. In de Grote Vijver lag een hotelletje dat deze zomer in de Nieuwe Meer komt te liggen. Een overnachting kost €75, inclusief ontbijt, dat met een bootje wordt gebracht. Vooral op de grote speelweide was van alles te zien en te doen. Zo was er een waterpijplounge. Verder ook te zien een imker met zijn honing en zijn bijen, tuinieren op het balkon, veel biologisch eten en drinken, verven met planten, houten fietsen en woodcarving, oftewel houtbewerking. Voor de kleintjes was er een kinderdisco, wafels versieren, een natuurkookworkshop en nog veel meer. Ja, er komen wel kleine bijtjes. Ze leggen dus een eitje, leggen ze dus in die celletjes.
En dat wordt verdeksteld, zeg maar. En na 3 weken loopt er een bijtje uit, zeg maar. Dus dan eet je eigenlijk bijen als er roet in zit? Nee, want er wordt uitgezeefd. Nee, daar zit een bepaalde smaak in. Nee, kijk, dit is honing, zeg maar. En die twee maken met elkaar avontuurtjes. Helpen elkaar, beleren elkaar, sturen elkaar. En die avontuurtjes die ze maken, maken we beelden. Deze hele grote staat, die staat aan het begin van het bos. Deze staat een stukje verderop aan, bij de geitenboerderij. En het is de bedoeling dat er komende jaar nog meer komen gemaakt te worden. Het wordt helemaal gemaakt van hout van het Amsterdamse bos. Helaas was het een koude dag en was het zaak om in beweging te blijven. Geen nood, want ook in het bezoekerscentrum en onderweg daar naartoe was veel te zien. Onder andere een demonstratie van de slipjacht en een hondentraining van de boswachters. Om van A naar B te komen waren er behalve een watertaxi, paardentrams en een zogenaamd old school treintje. Bedankt. Wethouder Freek Ossel van Amsterdam opende een kunstroute met beelden gemaakt door leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De objecten zijn gemaakt van materiaal uit het Amsterdamse bos en variëren van een omgevallen korf tot witte rosetten, gemaakt van snoeihout en gelegen in het water. Ze zijn nog te zien tot 12 september. Deze bijna. Dus we zijn niet bang. Bos!
Wanneer doe je vingers in je oren stoppen? Dat je niet schrikt, ook voor de hond, die niet schrikt, die gaat schieten zo meteen. Is alleen maar een knal hoor. Geen motor hoor. Je mag er ook omheen. Oh, staat erbij. Appeltaart, ja. Menna, proeven, vind je het lekker? Ja, vind je het nog niet helemaal lekker? Wil je meer kaas? Wil je meer kaas in? Ik zal er echt uit. Kijk, ja, lekker. Ja, er is nog een beetje meer. Ja, maar komt zo wel. Beetje olie. Ja, maar dat komt hier. Nee, dit kan wel. Wie alles wilde zien was urenlang zoek, dan weer hier, dan weer daar. Maar eigenlijk geldt dat niet alleen voor deze festivaldag, maar voor alle 365 dagen in het jaar. In het bos is het tenslotte alle dagen buitenseizoen. Thank you.